Yo, heb jij net als ik geen idee wat de medezeggenschapsraad eigenlijk is? Dan gaan wij jou helpen. Wij allemaal, iedereen, helpen jou. Echt waar. Na het kijken van Julian's video wilde ik eigenlijk wel wat meer weten over de medezeggenschapsraad. Ik ben gisteren langs geweest bij het medezeggenschapsraad promoteam. Hier heb ik het promoteam en een paar studenten een paar vragen gesteld zodat jullie beter weten wat de MR nou eigenlijk inhoudt. Inschrijven om mee te doen en een zetel te veroveren binnen de medezeggenschapsraad. Hierbij kan je eigenlijk de stem van de studenten vertegenwoordigen, je eigen inbreng geven. We staan hier om mensen te zoeken, deelnemers voor de medezeggenschapsraad en voor de centrale raad. Wat wel leuk is, is dat je heel veel mensen leert kennen van verschillende opleidingen. Je brengt eigenlijk gewoon je eigen woorden daar een beetje mee. Je leert er gewoon heel veel zelf van en dat is gewoon heel erg interessant. Ik vind het leuk dat je echt zelf een mening kan geven over dingen gebeuren op de opleiding. En dat je ook kan zien dat er wat mee wordt gedaan. In plaats van dat je alleen ergens een pakket invult. Je ziet dat er meer mee gebeurt en je kan er zelf ook aandeel van zijn. Naast het vader hebben we elk jaar bijvoorbeeld de kerstborrel. Er zijn ook twee leuke cursussen die je zou kunnen volgen. Ik heb al een paar keer in de film mogen spelen voor het medezeggenschapsraad. Ook heel erg leuk. Ooh, off stage while I throw you a tomato. A tough act to follow. Je moet je opgeven omdat je dan gewoon veel meer over school weet. Ik voel me echt betrokken. Je leert veel mensen kennen. Eigenlijk overal de wonen. Dan ken je wel iemand, al aanspreekpunten. Dat is gewoon ontzettend leuk. Ik raad iedereen aan. De stem van de student en je krijgt meer zelfvertrouwen door. Het staat heel goed op je cv, je krijgt het goed voor betaald en het is gewoon heel leuk. Kiesmr.hvl. Ja, ik heb wel eens mailtjes waarbij ze komen. Daar is wel wat van. Ja. Ik weet, MR staat voor medezeggenschapsraad en toen ik in Rotterdam studeerde zat ik ook eventjes in. Mm-hmm. En ik zag een mailtje voorbij komen, dus ik vond het wel heel goed dat de HVA ook studenten motiveert om in de medezeggenschapsraad te gaan. Sound. Ever since I fell for the apple of my eye, Cupid. Nee. Waarom niet? Ja, geen idee. Ik zou het wel heel leuk vinden, want het is toch een uitdaging en ook een extraatje naast je studie, goed voor je cv. Alleen, ik studeer nog 3 maandjes en dan ben ik klaar, dus ik gun het de andere studenten. 20 maart is de kandidaatstellingsperiode van de MR gestart. Dit betekent dat studenten van alle faculteiten zich kandidaat kunnen stellen voor de deelraad van hun faculteit. En natuurlijk kunnen alle HVA-studenten zich kandidaat stellen voor de Centrale Medezeggenschapsraad. Wil jij je nou aanmelden voor de Medezeggenschapsraad? Dit kan tot 31 maart, 8 uur 's avonds. Aanmelden voor de MR kan op deze site. Deze site? Oh. En klik dan in het menu op kandidaat stellen. Wil jij nou zelf ook even langs bij mijn promoteam en deze geweldige promotors even wat vragen stellen? Ze staan elke dag van 9 tot 3 op de aangegeven locatie. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil jij meer weten over de medezeggenschapsraad? Klik dan hier voor Julian's vorige video over de medezeggenschapsraad. Klik hier voor de video van gisteren van Joey. En klik hier, om te abonneren. Doei! Boy bye!